mensen van YouTubers en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een reactievideo en we gaan verder met de bos-serie. We waren dus geëindigd met de eerste aflevering van In het Bos en ja, we gaan nu direct beginnen met de tweede video. Dus let's fucking go! Yo! Yo guys, voor mijn kanaal. Ik ben nu. Ik ben gestoken. Ik ben fucking gestoken. Ik ga het niet laten zien. Dat is te erg. Ik ben nu ontsnapt. Daarna heeft hij me verlaten. Ik ga nu verder het bos verkennen. Ik ga verder zoeken naar Vaas. Vaas! Ik vind helemaal niks. Er gebeurt iets. Er is iets aan het gebeuren hier. Het is hier fucking groot. En wat verder. Ja, dat was ik zelf. Heel raar wat er hier allemaal aan het gebeuren is, mensen. Maar er is niks aan het gebeuren op dit moment. Ik loop hier nu gewoon random rond. Met geen enkel spoor van de ontvoerder. Ik moet Vaas terugvinden. Ik heb nog steeds niks gevonden van pijlen of zo. Maar ik weet zeker dat ik hier niet veilig ben. De zon schijnt nu nog lekker. Maar the fuck? Kijk. Allemaal roemel. Maar dit is niet van de ontvoerder. Dit is niet van de ontvoerder. Dit kan niet van de ontvoerder zijn. Dat is het niet. Is het gewoon niet. Ik ga nu gewoon wat verder lopen. Kijk, nu zit ik zo heel stil te kijken. En dan zit ik zo te luisteren. Op camera hoor het niet, maar kijk. Ik zat nu de eerste beelden te filmen zonder Jonas. Want die was even wat grief gaan halen bij hem thuis. Dus ik was gewoon even wat aan het rondwandelen en wat aan het vertellen. En ondertussen was Jonas ketchup gaan halen voor bloed, eigenlijk. En op dat moment hoorde ik zijn moeder echt fucking hard roepen. Hij maakte dan verrast met zijn moeder. Dat was echt zo grappig. Ik moest mijn lach echt inhouden. En daarom zat ik zo te kijken. Dus Jonas ging eigenlijk nog wat. Ook nog wat tape halen en zo. Allemaal dingen die we konden gebruiken voor in de video. Maar dat was dus eigenlijk waarom dat ik zo stil zat te kijken. Dus echt wel echt fucking grappig. En als er wat gebeurt, ja. Laat ik het je sowieso weten. Oké, we zijn hier nu. Op de plek waar we zijn begonnen, waar we voor het eerst zijn gepakt. En het eerste teken is binnen. Kijk. Hier een pijl. Het is een beetje misvormd. Het is een beetje slecht. Het is een pijl. Het is als. In beeld als komen. Hier zo'n beetje bloed. Bloed. Er zit bekend niks op, hè. Helemaal niks. Jonas was dus ketchup gaan halen. Hij probeerde het, maar uiteindelijk kwam hij terug met een rood rietje. En met dat rietje zaten we een beetje op die tape zo te schuren en dan kwam daar een heel klein beetje rood af. Ja. Maar eigenlijk, ja, geen zak bloed was het, hè. Dus en daarna volgde ik de kant waar de pijl naar wijst. Een beetje
beetje bloed. Fuck. Ik ga gewoon naar de kant waar. Mijn camera. Ja, oké. Okay. We gaan gewoon naar de kant waar de pijl naartoe gaat. Hopelijk gaat er nu gewoon iets gebeuren. Ik hoop echt dat ik hem niet tegenkom of zo. Ja. Oh. Goed, nu heb ik iets gevonden. En dit is wat ik heb gevonden. Oké. Okay. Ik ga het jullie nu laten zien. Kruis. Met een mes er doorheen en daar. Nee. Leuk fout bij Thuis. Toen Jonas zo die handboeien zo vastgrijp, ik schrok echt tijdens het opnemen. Want ja, ik wist wel natuurlijk dat hij dat ging doen, maar het was eigenlijk de bedoeling dat hij dat deed. Ja, nadat ik had gezegd van, en daar hangen de handboeien. Dat wou ik nog zeggen, maar op dat moment al, ja. Hij had eigenlijk nog even moeten wachten, maar omdat ik echt schrok was het realistisch, dus ja. En dan moet ik weer weglopen. Oh, fuck! Nee! Fuck! What the fuck, hey! Nee, waar is Faas? Waar de fuck is... Daar de fuck is die, daar is... Nee, laat me rust! Laat me gerust! En daar eindigde weer de eerste video. Ik viel en Jonas pakte mij. We gaan direct door met de volgende aflevering. We about it. Nee! Je zag mijn iPad daar staan. Mijn iPad, waar die app om de stem lager te maken, je zag hem daar staan. Ja, dat mocht eigenlijk niet. Nee, doe normaal. Nee, doe normaal. Wie ben jij? Nooit weet wie ik ben. Nooit. Zo, maar nooit. Doe dat masker eens in je mond. Nee, dat doe ik niet. Sorry. Nee, het spijt me echt niet. Maak me los, kill. Maak me los. Waar de fuck? Waar is Faas? Waar is Faas? Mijn klak. Dat is mijn pet, jong. Mijn haar. Eerst had je me zeggen, mijn klak. En mijn haar is zo helemaal omhoog. Ik kon de hele tijd die pet aan hem. Geef die terug. Maak me... Los! Zet die camera neer en vecht. Zometeen. Kom!
man. Ik ga hem aan die boom vastbinden daar. Hij heeft zelfs mijn pet vastgebonden. Godver. Oké. The fuck, waarom doet hij dan? Hij ligt daar nu. Bewusteloos. Ik zet nu de camera neer. En ik ga hem vastbinden. Nu bind ik hem dus vast. Ja, maar de tape was bekan op. Dus eigenlijk zag ik meteen dat hij direct los kon komen. De tape was ja, helemaal op. Ik kon hem niet eens te goed vastbinden. Hoe voelt dat? Hoe voelt dat om vast te zitten aan een boom, hè? Het is leuk om het bij een ander te doen, maar nu zijn de rollen omgekeerd. Ik ga die mesje er eens bij pakken. Hier is ze, hier is hij. Oké, hij slaapt nu. Hij fucking slaapt nu. En weg met dat fucking kutmes. Ik heb geen wapen nodig. Hij slaapt nu. Maar als hij wakker wordt, gaat hij me vertellen waar de fuckfase is en waarom ik word lastiggevallen door die fucking cat. Oké. Tot de volgende video. Yo mensen van Black Panther. We zijn er weer en hij is weer proberen te ontsnappen, maar ik heb hem weer gepakt. Ja, ik zei tot de volgende video, maar eigenlijk is het één video. Ja, er was geen intro tussen, dus ja, ik weet niet echt waarom ik dat zei. Ik heb hem met handboeien vastgemaakt en hij zal nooit kunnen lossen. Fucking hell, fuck you. Waar de fuck is Vaas? Nu heb ik er lang genoeg op gewacht. Waar de fuck? Waar de fuck is Vaas? Fuck, hij heeft me geslagen. Hij heeft me fucking geslagen. Hij is weer weg, hij is fucking weer weg. Maar ik ga weer zoeken naar aanwijzingen en ik hoop dat ik Vaas terugvind. Ik kap er mee voor vandaag. Zullen. En ja. Ik ga nu what the fuck, weer iets. Nee. Niet duct tape. En fucking
En dat was ook geen bloed of ketchup, dat was sap. Ja, een soort ja, rode sap of zo. Gewoon kerstsap, appelsap of iets dat hij erover heeft gegoten. En het moest op bloed lijken. What the fuck, er is gewoon duct tape aangeplakt en met fucking bloed. Fucking. Vaas! Vaas! Ik moet hier weg geraken. Ik moet hier weg, fucking wegkomen. Mensen, doe een like als je het leuk vond. En ik vond het helemaal niet leuk, maar. Maar. Ik kap ermee. Ik ben hier weg. Ik ben hier fucking weg. Goed. En dat was de hele video. En dat waren ook alle ja, video's in het bos. Zo in het bos. Er komt er nog één aan en dat komt in de volgende video, want het is nu gedaan voor vandaag. Maar er zijn nog een stuk of drie video's, twee kleintjes en één heel grote. Ja, dat ga ik sowieso doorspoelen in de volgende video, want die video duurt eigenlijk een beetje te lang. Ik zit daar gewoon de hele tijd rond te lopen. Maar mensen, dit is de video. Like als je het leuk vond en dan zeg ik ciao.